Als mensen nieuwsgierig zijn naar ons vak, is een van de meest gestelde vragen... ...is het niet lastig om al die teksten te onthouden? Nee, 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 dat hoort erbij en het is zeker niet ons grootste probleem. Leuk is het niet, dat domme gedram, vreet tijd, vreet energie. En na je veertigste wordt het ook nog iets lastiger om het erin gehamerd te krijgen. Maar het is geen major uh, issue, zou ik maar zeggen. Wat overigens niet wil zeggen dat het bij tijd terwijl niet spectaculair mis kan gaan. Op een gegeven moment ben ik klassiek gaan zingen. En als ik dat ging doen, in het begin was ik ontzettend zenuwachtig. Ik vond het eigenlijk wel brutaal van mezelf dat ik zomaar opera durfde te zingen waar mensen bij waren. Maar ik zong een Schubert lied in een van mijn eerste concerten. Dat is prachtig, 18e eeuws Duits. Ik kan dat lied dromen. Maar ja, goed, je voelt hem al aankomen. Halverwege, doei! Dagtekst, tekst Ledokie, zoek het zelf maar uit. En dat is dan ook precies wat je moet doen op zo'n moment. Nou, ik ben dan misschien op zo'n moment een onervaren zanger, maar op het toneel staan is niet echt een probleem voor me. En op de een of andere manier gebeurt er dan iets met je. En ik heb daar ter plekke allerlei Duitse volzinnen staan lullen. Die ik absoluut niet kan herhalen hier. En, en, maar de mensen hebben niks door dan. Ja, of er moeten kennis in de zaal zitten. Nou, ja, zelfs mijn collega, de zangeres, zat ernaast en die had het niet in de gaten. Alleen de pianist, die zit natuurlijk voor zijn neus staan op zijn piano. En die zat mee te lezen. Die denkt: wat lult hij nou? Dat staat er helemaal niet. Ja. Overigens gek genoeg. Teksten moet je altijd even opfrissen als je een Aria of een lied, of een toneelstuk, als je dat een tijd niet gedaan hebt. Maar muziek, als die er één keer in zit, dat blijft wel altijd in je hoofd zitten. Heel gek.